Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We beginnen vanmiddag een keer niet bij Nederland, maar in het Caribisch gebied. Want daar trekt orkaan Irma richting de Bovenwindse eilanden. Orkaan Irma is inmiddels een categorie 5 orkaan. De zwaarste orkaan mogelijk met gemiddelde windsnelheden van zo'n 280 km per uur en nog zwaardere windstoten. Niet alleen veel wind, maar ook veel regen kan er vallen. Op veel plaatsen 150 tot 200 mm. De komende 24 tot 36 uur trekt Irma over de Bovenwindse eilanden richting de ...de Dominicaanse Republiek, om waarschijnlijk daarna richting Florida af te buigen. Maar zover is het niet. We krijgen dus in eerste instantie eh, Irma over de Bovenwindse eilanden. Dit zal ongeveer de koers zijn die de orkaan gaat volgen. Het kan zijn dat hij zelfs nog wat krachtiger wordt. En als Irma als categorie 5 orkaan de Bovenwindse eilanden Sint Maarten bijvoorbeeld gaat bereiken... ...dan zou dat voor het eerst zijn. Nog nooit heeft een categorie 5 orkaan dit gebied aangedaan. Goed, dat was de, het Caribisch gebied. We gaan richting Europa, waarop we op de satellietfoto ook flink wat bewolking zien. Maar ja, allemaal van heel andere orde natuurlijk dan wat we eerder zagen. Goed, die bewolking boven Nederland die is wel aan de dikke kant van tijd tot tijd. Er kan wat motregen vallen, er zitten ook nog wel wat gaten in het wolkendek. En uiteindelijk uh, zullen we te maken krijgen met een buiengebied wat in de avond en nacht gaat overtrekken. In de avond nog wel wat opklaring hier en daar, maar van het westen uit dus een toenemende kans op een bui. Vanavond temperaturen van 18 graden. Vannacht gaat er niet of nauwelijks wat af. 15 of 16 graden is de minimumtemperatuur. Aan het eind van de nacht begint het in het zuidwesten van het land wel droog te worden en op te klaren. Morgen dan een wisselend plaatje met nog een enkele bui, voornamelijk in de ochtend en voornamelijk in het noorden van het land. In de middag is het op veel plaatsen droog met de zon erbij, 17 tot 19 graden. Matige tot vrij krachtige wind uit een westelijke richting. En dan de dagen die volgen, donderdag, vrijdag en zaterdag. Donderdag is het nog helemaal niet zo'n onaardige dag. Er kan wel een bui vallen, zeker later op de dag, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Vrijdag daarentegen is het gewoon ronduit nat. Met vooral in het noorden van het land plaatselijk meer dan 20 mm regen. Zaterdag, buien, maar ook ruimte voor de zon. Dan doen we het met zo'n 17 graden op de thermometers. En we zien heel goed dat de kans op neerslag vrijdag het grootst is. Plaatselijk, dus meer dan 20 mm. Maar ook de dagen daarna zal het verre van droog zijn. Gelukkig, wel wat zon tussendoor en de temperatuur waarschijnlijk aan de frisse kant. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.